Kijk, er zit een serre achter me. Ja, en daar weer achter, en daar weer achter, en daar weer achter, en daar weer achter, en daar weer achter. Je bent oneindig nu. Goedemorgen, het is maandagochtend en we zijn even aan het haasten. Ik ben zo stijf uit mijn bed, ik krijg mijn schoenen bijna niet aan. En dat gaat zo wel weer over. We zijn even heel erg aan het opschieten. Sarah, er ontbijt ik nog even snel mijn naam. En dan gaan we naar school. Even lekker eten, hè, moe? Het lijkt net of ik een diadeemopal heb met deze bloem. Ja. Maar dat is het dus zo. Nee, het is gewoon een bloem met een speldje. Een speldjesbloem. Sarah is weer op school en ik heb snel boodschappen gedaan en ik heb even wat telefoontjes gepleegd die moesten. Af en toe zeg ik dingen dat ik echt, dat ik wil te veel tegelijk zeggen en dan komt er iets heel raars uit of iets wat niet klopt. Ik ga nu even dat speelgoed wat Sarah heeft uitgezocht, ga ik een stukje doen, want zoveel tijd heb ik niet meer. Eén telefoontje heeft net heel lang gekost. Het gaat echt heel goed vandaag. En daar moest ik ook echt mijn aandacht bij houden, dus. En overigens is dat nog steeds niet geregeld, dus ik heb zo de overblijf. En als ik terugkom, mag ik er nog een keer achteraan gaan bellen, dus dat is ook weer heel fijn. Maar goed, nu even dit eerst gaan doen en dan zo snel naar de overblijf toe. Lekkere lunch voor Sarah gemaakt. En nu snel mijn spullen bij elkaar en richting de overblijf. Eindelijk weer thuis en ik heb echt 3 uur geleden een video aangezet. 3 uur en 5 minuten om precies te zijn. En die is echt over 2,5 minuten klaar. Die heeft er zo verschrikkelijk lang over gedaan. Echt niet normaal. Maar goed, ik ga even thee zetten nu. En als die thee te heet nog is om te drinken, ga ik hem dus even stofzuigen. Dat moet ook echt. En dan mag ik zo alweer de deur uit daarna. Van niet gelijk, maar ik moet even met Sarah naar de winkels. Ik weet helemaal niet of ik dat al verteld had. Maar goed, ze moet een shirtje voor bij de verjaardagsoutfit. Dat gaan we dadelijk halen. En daarna gaan we naar mijn ouders. Die zijn 2 maanden zoiets, denk ik, weg geweest. Dus ik denk, zoiets. En Sarah wil natuurlijk opa en oma heel graag zien. Dus we eten ook daar. Dat is wel heel fijn. Dan hoef ik voor de tweede dag op rij niet te koken ook. Dus dat is weer mooi. En het is natuurlijk even Sarah. En voor Sarah helemaal een feestje. Oh, en ondertussen ook nog eens kijken of ik nog verder kan met mijn projecten. Maar ik heb zo verschrikkelijk veel gedaan. Ik ben echt zo happy mee. En ik denk dat ik er eindeloos over doorga. Misschien worden jullie helemaal gek van me. Ja, dit is gewoon even een project wat ik op dit moment in mijn leven gewoon af wil maken. En waar ik gewoon even mijn energie op moet zetten. En het grappige is nog, en daar zat ik net over na te denken. Dan doe ik nu zoveel moeite om ruimte te creëren in huis. Maar over 10 dagen is zij dan jarig. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we gewoon het hele huis weer vullen. Maar goed, voor een goed doel. En dan is ze hartstikke blij. Dus moet ook echt niet zeuren, maar het is wel gewoon grappig, want er komt gewoon nooit een einde aan. En ik denk dat heel veel ouders zich daar wel in kunnen verplaatsen. Ja. Om je zo snel en goed mogelijk te helpen, stellen wij je 1 of enkele vragen. Vanaf morgen is het oktober en dat is voor ons de allergrootste verjaardagmaand van het jaar. Oh. Dus ik heb vast even wat cadeautjes binnen. En het erge is, dit is pas het begin. Want er komt gewoon nog meer binnen. Dat is echt heel erg. En dan heb ik nog lang niet voor alle verjaardagen in oktober cadeautjes. Dus echt verschrikkelijk. Deze maand maakt me zo blut. Dat is echt niet normaal. Want zo ga ik ook voor Sarah voor de outfit natuurlijk nog wat bijhalen. En maar goed, ik moet even opschieten. Ik heb net een vlog nog online gezet. Ik moet nog 1 video online en dan ben ik tot en met woensdag
klaar, dat staat erop. Het enige pakketje wat ik trouwens kan openmaken, dat is deze. Want dit is van kinderfeestje van woensdag. Een cadeautje. Een beetje een ver van mijn bedshow. Dit is een Spider-Man horloge. Dus ja, niet heel erg ons ding, maar het is natuurlijk heel erg grappig. Ze gaat naar het kinderfeestje van een jongetje uit de klas. Dus die moeten we dan vanavond morgen even inpakken. En dan hebben we dat in ieder geval weer geregeld. Mis jou altijd. Sarah is verstopt. Ik heb geen Sarah meer vandaag. En ik weet weer niet waar ik richt. Maar ik heb een klein meisje uit school opgehaald. Zit je goed in je gordel? Kijken. Ja. Wel recht zitten. Je moet er rechtop zitten, want anders zit je niet goed in je stoel. Heel jammer voor jou. En we gaan nu naar de winkel. Ik ben hetzelfde als Sarah. Ben je hetzelfde als Sarah? Maar je bent geen Sarah. Nee. Oh, wie ben jij dan? Sarah? Nee. Oh. Sarah. 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 Oh. Dus ik heb Sarah ingeruild voor Sarah. Nee, Sarah is bij iemand anders gaan spelen en ik wil heel graag gewoon bij jou zijn. Sarah, oh, wou het ja, gewoon. Ik zou ook bij mij willen zijn. Wil je bij jezelf zijn? Ja. Je bent al bij jezelf. Ja. Nou, het is toch erg als je niet bij jezelf zou willen zijn, dan doe je ergens iets fout. Ja, maar zullen we gaan dansen? Oh, we gaan dansen. Nou, vooruit. Ja, en daar weer achter, en daar weer achter, en daar weer achter, en daar weer achter, en daar weer achter. Je bent oneindig nu. Nou, we zitten weer in de auto. We hebben een shirtje gehad. Niet wat we zochten, maar wel een shirtje wat in ieder geval kan. Dus dat we in ieder geval niet niks hebben. En ja, verder zit er gewoon niks meer waar we kunnen kijken. Dus we gaan nu naar mijn moeder online nog wel even verder zoeken. Ik zie Sarah daar lopen. Oh, echt? Ja, zie je er ook Heb jij je grapjas aan vandaag? Ik kijk, zie je Sarah lopen? Ja, heb jij je grapjas aan vandaag? Nee. Ga je bij je moeder eten? Stukje vlees. Echt, dit is helemaal onderarm, joh. Bijna. Dat is niet normaal. Nee. Hashtag me too. Hashtag me too. Oké. Help me. Oma? Ik moet niet ergens mee. Nee! We zijn weer thuis en Sarah ligt op bed. Sarah slaapt normaal niet gelijk, maar je hebt met hoofdpijn op bed gelegd. Ik heb er nou 2 minuten bij gezeten en ze was al helemaal vertrokken. Nou, geloof me, dat is echt niet voor Sarah. Maar op school ook, het heerst zo aan alle kanten. Al die kinderen zijn om en om achter elkaar ziek. Dus ja, zij moeten gewoon ook elke keer aan geloven. Ik was zelf natuurlijk pas ook heel ziek. Hey, kom jij ook even hier kijken? Hi. Hi, sta je lekker voor de camera? Kom hier. Hi, we zien jou steeds vaker, hè? Kom eens hier. Oh, nee, wegwezen. Ik wil nog wel wat laten zien. Mijn moeder heeft wat dingetjes meegenomen uit het buitenland. Deze ben ik heel blij mee, 2 zakjes. Ik weet niet of jullie het kennen. Dit zijn frittata. Dat is Oostenrijkse. Dat kan je in je soep of bouillon doen. En is zo lekker. En dit kan je hier gewoon niet kopen. Eigenlijk zijn frittata een soort pancake strips. Dus het is een soort pannenkoek die gedroogd en hard wordt. En dat is dan in van die mini reepjes. Denk een beetje aan croutons bijvoorbeeld van de soep. En echt, oh, lekker. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik... Ik heb natuurlijk een enorme tik-tak-tik. Ik heb vandaag, wat is dit? Meloen. En... Ik kan de naam niet vinden. Oh, en lime. Dus ik kan natuurlijk gewoon aan het plaatje zien. Slim. Dan heb ik, maar die kennen jullie, die kopen ze wel af en toe ook in Nederland. Maar deze is wel echt... Te lekker. Dit is cherry en passion. Dus kersen en passievrucht. Ik hou van deze smaak echt. Een all-time favorite. En eentje die ik nog niet ken. Het is echt hoop TikTok, maar ik eet het. Berry Bliss. Dus dit is framboos en lobes.
ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, deze heb ik nog een beetje. Ik ga er gelijk even eentje proeven. Of in ieder geval twee, want het zijn twee smaken bij elkaar. Ze zijn wel echt ook een heel leuk kleurtje, want ze zijn... Kijk, het schrijft zelf roze en paars. Ja, dit is echt, echt lekker. Hij wint het niet van mijn cherry passion. Maar deze staat wel gelijk op mijn favoriete lijst. En dat was het. Ah, zo zielig. Ze voelde zich zo niet lekker en ze moest spugen. En ik moet zeggen dat het na het spugen wel beter ging. Ik heb een tijdje bij haar gelegen. Toen ze is slaapgevallen, toen heb ik nog een tijdje even bij haar gelegen dat ze niet wakker werd. En nu ligt ze lekker te slapen. Ze heeft gelukkig geen koorts. Ze sliep qua tijd redelijk per tijd, want ze lag echt heel vroeg te slapen. Dus ik hoop echt dat ze zich vannacht gewoon... dat ze er vannacht goed door slaapt en dat ze zich morgen eigenlijk weer goed voelt. Kinderen zijn gelukkig zo weer... Ik ben gelijk alles helemaal kwijt. Kinderen zijn gelukkig heel weerbaar wat dat betreft. En die kunnen ook net zo snel opknappen als dat ze ziek zijn. Dus fingers crossed. Ik heb snel thee voor mezelf gezet. En ik heb er maar even kaakjes bij gepakt, want ik heb echt heel erg honger. Maar ik ben elke keer toch naar Serre aan het rennen en ik wil dingen nog afkrijgen. Gewoon simpele dingetjes. Dus maar even snel makkelijk wat eten. Nog even snel de woonkamer opruimen en dan ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen. Doei doei.